Je ziet hem staan. Man of the match, Myron. Verkozen door ons, onze kijkers. Nou, dat is geen verrassing, hè? Nee, ik denk het niet. Als je 3 goals maakt, ben je snel man of the match. Maar ik denk dat ik het niet zonder mijn team, had gekund. Ik heb ballen gekregen van jongens vandaag. Dus, en alles ging er gewoon in. Alles ging erin, want je hebt geen kans gemist, geloof ik, hè? Nee, geen kans gemist, volgens mij. Nee, maar je moest soms nog ook, moest er nog wel wat gebeuren, hoor. Ja, zeg maar, bij die eerste moest ik nog wat creëren. En die tweede was gewoon een hele goede bal van Owen. Die ik gewoon vrek afmaak. En die derde, ja, aanname niet goed bij die derde. Maar ik kan hem gewoon nog rustig binnenschieten en dat doe ik. Ja, wat vond je de mooiste assist? Ze vroeg het in de rust aan me. Beide vroeg het aan me. Dus... Die Stenks en Wijnal, die wilden natuurlijk allebei met de eerste rijden. Ja, ik kan echt niet kiezen, man. Die bal van Kel kijk ik naar. Dus we hebben hier, dit is Stenks. Ja, dat is niet normaal. Maar wat ik zei, er moest nog wel wat gebeuren. Ja, je zag dat niemand mee was, dus je dacht ook, ik moest proberen. Ik heb aangeraakt. En dan hebben we deze, Marjan. Nee, ik denk misschien deze wel, man. Deze? Ja, ik denk misschien deze wel, man. Kijk, die van Kel is gewoon... Kel geeft die ballen elke week, zeg maar. Maar deze is ook niet moeilijk. Of ook niet makkelijk, hoor. Ah, oké. Okay, deze... Nee, deze wordt... Ja, je moet wel kiezen, vind ik. Ja. Een van die twee die moet natuurlijk straks niet zo blij zijn met je. Ik denk die van Owen. Die van Owen, ja. Ja? Ja, die van Owen. Omdat het voor hem bijzonderer is. En Kel kan deze ballen elke week geven, zeg maar. Ja. Hoe heb je de wedstrijd sowieso ervaren? Want de eerste helft was natuurlijk eigenlijk niet zo goed van jullie kant. Nee, ik denk dat we de eerste helft zeg maar met wat minder les spelen dan we normaal gesproken in topwedstrijden spelen. En dan zie je ook 2 knullige goals. Maak ik nog 2 goals, zeg maar. Maar ja, we speelden het eerste half uur niet als onszelf. We gingen niet vol druk zetten op de tegenstander. We wachten gewoon af. En op een gegeven moment zei ik tegen de trainer... Ja, zo gaat het gewoon niet werken. En die jongens waren het met me eens. En na 30 minuten gingen we het iets veranderen. En toen ging het een beetje lopen. En de tweede helft was gewoon hetzelfde. Ja, hoe werkt dat dan? Loop je even naar de kant om te zeggen? Hij keek naar me. Ik zei van... Dus ik zei hem gewoon van... Dat we naar achter lopen gaat niet werken. En ja, toen zei hij tegen Teun. En toen drukte Teun naar voren. En toen ging het wat beter. Ja. Ja. Nu zei Ron Vlaar bij ons vanochtend. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Die zei, ik ben fan van Stenks en Bodo. Maar ja, ze moeten aan dingen werken, dat doen ze echt. Ik zei bijvoorbeeld laatst, toen hij jarig was. En heb je eerste aanname cadeau gekregen? Nee, dat niet. Dat zei Vlaar. Zei Vlaar dat tegen mij? Ja, dat heeft hij tegen jou gezegd, zei hij. Oh, klopt, ja. Klopt. Ja. Ja, klopt, ja. Maar nee, ik heb hem niet cadeau gekregen. Ik weet dat er gewoon in zit. Ron is een fantastische jongen voor de groep nog steeds. Heel jammer dat hij is gestopt. En, maar wat ik zeg, hij is nog steeds heel belangrijk voor de groep, voor mij, voor Kel. Praat gewoon elke dag met ons, probeert ons elke dag toch vertrouwen te geven. En daar ben ik hem alleen maar dankbaar voor. Ze zijn wel met je bezig, hè? Vlaar, Kees Kist. Ik heb altijd geleerd dat als... Ronald de Boer, koppen. Ronald de Boer, die moet nog komen. Ja. Dus ik heb altijd geleerd dat als ze kritiek hebben en in je willen investeren, dan geloven ze dan in je. Dan zien ze wat in je. Dus iedereen ziet er wat in me. Ik heb ook vertrouwen in mezelf, maar ik vind het alleen maar mooi dat mensen me willen helpen. En ik sta er altijd open voor Ron Vlaar, Kees Kist, je noemt net 2 namen. Ja, waarom zou je die advies van hun afslaan? Ja, en lekker dat de bondscoach op de tribune zat. Ja, lekker dat hij erbij was. Ja. Ah, niet overdrijven, hè. Eerst maar eens dit constant laten zien. Ja, ik moet gewoon dit elke week laten zien en dan zien we wel. Ja, want we zaten te klagen over je rendement. Nou, dit... Nog steeds niet goed. Nog steeds niet goed genoeg, want dit is nu 11, nummer 11. Ja, er waren 19 en 11. Ja, de topscore heeft 22. Ja, die ga je niet meer inhalen, Jack. 23 zelfs. Oh, 23. Volgens mij is zelfs 24, of niet? Nee, 23. Ja. Plek 2 is voor Malen, mid 14. Moet lukken. Dat moet lukken. Nou, ga ervan genieten. Waar gaat de bal heen? Ik ga hem mijn vader geven, want hij liep al een beetje te zeuren dat ik nog geen hat-trick had gemaakt voor AZ. Dus deze gaat naar hem. Ja, en je bent na Marco van Basten, de jongste speler die een hat-trick maakt tegen Feyenoord. Zo. Ja, dat is wel. Oh, daar hebben we Kelvin Stenks. Die, ja, dankjewel, vriend. Ja, wat zei die? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar nu weet hij dus nog niet dat hij die van Owen de mooiste vond. Ja, ik ga hem even vertellen. Maar, Dankjewel, Marn. Yes. En gefeliciteerd nogmaals met de 3 goals. Yes.